VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op VacoGames. En jongens, vandaag gaan wij een heleboel bouwen. Dat is namelijk heel hard nodig, want ik wil namelijk hier in mijn, ja, wat is het eigenlijk, mijn opslagruimte, daar wil ik een hele grote fontein gaan bouwen. Dat heb ik natuurlijk al een aantal keren gezegd en ik heb het vanmiddag ook alweer op Twitter geroepen. Ik wil hier een hele grote fontein hebben. Waarom? Dat is namelijk het middelpunt van mijn opslagruimte. Dat ziet er namelijk super stoer uit. En als ik dat heb, dan kan ik daarboven een mooi standbeeld doen. En ik heb ook van een aantal mensen al gehoord wat voor soort standbeeld ik het moet doen. En ik ben het er helemaal mee eens. Maar dat zien jullie vanzelf nog wel. Dat komt allemaal wel op zijn tijd, zullen we hem zeggen. Oh god, nee hè. Waarom ga ik altijd beginnen op het moment dat het donker wordt? Dat is toch niet handig, man. Sjisse, mijn toeten, mijn bellen. Doe gewoon eventjes kijken wanneer het donker wordt, Lars. Dan ga je slapen. Dan wordt het dag en dan ga je opnemen. Niet andersom. Godzimmikje zeg, kan ik weer helemaal terug. Nou ja, goed, ik kan jullie in de tussentijd wel vertellen. Gisteren hebben we 3.500 likes weten te behalen met z'n allen, jongens. Super, super tof natuurlijk. Dankjewel er weer voor. Als je vandaag nog geen like hebt gedaan, knal er even eentje onder. Dan weet ik zeker dat het helemaal goed komt met deze video. Want ik wil dus vandaag gewoon echt die fontein grotendeels af hebben. Laten we het daarop houden. Ik heb het vorige keer... dutje dicht, zo. Vorige keer een... Oh, kan ik natuurlijk nog niet slapen. Nou, dan ga ik gewoon rustig... Rustig praten, Lars. Rustig. Rust. Neem een slokje thee. Misschien is dat goed. Munthee, heerlijk. Ik heb namelijk gisteren en eergisteren en de dag daarvoor heel veel hout op de vloer neergelegd. Dat moet ook voor een groot gedeelte weer weg. Want die fontein die moet daar komen en ik vind het zonde van het hout als het daaronder ligt. Dus ik ga eerst de fontein er bovenop bouwen. Dan ga ik later die fontein uithollen, zodat al het hout er weer uit is. En dan vul ik hem op met steen. En dan ga ik daarna proberen om een combinatie van water en lava te doen. Ik denk dat dat namelijk echt super tof is. Maar ook heel erg gevaarlijk. Want het kan natuurlijk zomaar gebeuren dat het in de fik vliegt. En dat ik alsnog mijn hele vloer opnieuw kan doen. En als ik ergens geen zin in heb, dan is het daar wel in. Huh? Want ik heb de afgelopen dagen zo lang bezig geweest ben ik met die vloer. Ik ben ondertussen wel een beetje klaar met die vloer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. Dus we gaan gewoon lekker aan de bouw. Dat is wat we moeten doen. Yay, 360 no-scope. Oh. 180 no scope. Dit kan ik. Wacht eventjes. Ik ga een 360 doen. Komt-ie, hè? 360. Up. Nou, bijna. Was ietsje meer dan een 360. Was een 400. En ik draaide helemaal verder. Ach, wat maakt het ook uit. We gaan eerst dit fixen. Dit ziet er niet uit. Eerst eens eventjes dat fixen. Ik kijk er nou echt al 25 afleveringen tegenaan. Ik roep ook echt al 25 afleveringen. Joh, ik ga het binnenkort repareren. En dat doe ik dan weer niet. Dus ik ga mezelf eens eventjes achter mijn donder aan zitten. Dat ik het nu gewoon eindelijk eens een keertje moet fixen. Dat is zo gebeurd. No props whatsoever. Zo, kom maar. Hier staat ergens nog een wit boompje. Ik moet die witte bomen gaan herplanten, jongens. Dit wordt levensgevaarlijk. Binnenkort kan ik echt 100 kilometer gaan lopen voor een witte boom. En dat wil ik niet. Zo, er zit een hoop hout in, zeg. Holy shizzle. Zo, dan kunnen we dat ook fixen. Want ik heb geen zin in gaten in de vloer. Voordat je het weet, ga ik erover struikelen. En breek ik mijn been en kan ik geen Minecraft meer opnemen. Terwijl, als ik dan mijn been zou breken, zou... Jawel, natuurlijk wel. Zou het toch nog wel lukken, hm? Moet ik wel proberen om naar boven te komen, dat is nog vrij lastig. Van mijn opname ding geval zat op mijn slaapkamer. Maar goed, zien we dan wel weer. Laat ik hopen dat ik mijn been niet breek. Dat is een beetje doem denken. Oh, dank u wel, meneer de kip. Voor dat mooie eitje, dat had u nou echt eventjes niet hoeven doen. 1 en 2. Zo, is dat ook weer klaar? Hartstikke vlots. Jongens, wat schieten we lekker op. Ik wil ook nog eventjes wat slabs maken. Die kan ik gebruiken voor in de fontein. En ik ga ook heel eventjes kijken of dat hier toevallig nog steen in de oven zit. Want volgens mij had ik daar nieuwe stenen in gemikt. Of heb ik dat weer lopen dromen? Nee, dit heb ik niet lopen dromen. Zie je wel. Ik wist het. Ik wist het. Tra-na-na-na-na. Het is niet veel, maar het is wat. Zo. En hier. Oh, dat is 64. Oh, dat is lekker. En 64. Hier nog 64. Ja, kijk. Dit schiet. Holy shit, zeg. Hier nog. Zo. Ik heb nog meer dan dat ik dacht, joh. Dan moet ik zelf nog ruimte gelopen maken. Kan hier nog ergens iets in? Wat kan hier in? Die eieren. Heb ik niet nodig. Ik heb geen eieren nodig om te bouwen. Sommige mensen wel, ik niet. 2, 360. Nou, hé. Hey. Voor mijn doen. Ik ga eens even kijken. Naar die fontein. Hoe die moet worden. Dit moet ik trouwens ook nog een keertje opvullen. Morgen maar doen. Of overmorgen. Of de dag daarna. Dat zien we zelf allemaal wel. Hier gaat de fontein komen. Dit is het midden. Maar dan moet ik ook hier het midden nog van bepalen. Volgens mij is dit hier het midden van. Dus dan hebben we hier zo een kruis. Dit is het midden van alles als het goed is. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan 7.
Gaan we vanaf de andere kant tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan de 7. Oké, prima. Dus het midden. Denk ik. Is dat aan deze kant ook goed gelukt? Ja, lijkt me wel, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Perfect. Dit is het midden. Dus dan moet ik hieruit gaan meten. Het moet best een flinke fontein worden. Want het ding wat er bovenop moet komen, dat moet ook groot worden. 1, 2, 3, 4 doen we die kant op. 1, 2, 3, 4 doen we deze kant op. Doen we ook hetzelfde deze kant. 1, 2, 3, 4 daar. En 1, 2, 3, 4 hier. Oké, dit moet de fontein worden. Zo groot. Dat is best behoorlijk flink, maar dat moet wel. Want er moet hierboven iets heel groots komen. Of groots, het moet in ieder geval indrukwekkend worden, laat ik het dan zo zeggen. Het hoeft niet per se groot te zijn, als het maar indrukwekkend is. En dat horen jullie vanzelf allemaal wel. Ik wil eerst die fontein af hebben. Maar hoe ga ik dat doen? Even denken hoor. Misschien dat ik zo... deze eventjes ietsje breder kan doen. Dan kan ik makkelijker de bocht om. 1, 2... Dan moet ik hier precies tussenin gaan zitten. 1... Is dat goed zo? 1, 2 hier deze kant. 1, 2, 3 deze kant. Nee, dat is niet goed. Dat zit scheef zelfs. Daar is mijn pickaxe. Oh shit, heb ik daar ook geen ruimte meer voor. Zucht. Laat ik eens die acaciaboom gaan planten. Waarom heb ik een acaciaboom? Sorry pickaxe. Waarom heb ik die acaciaboom nog bij me? Hier, jij hebt een acaciaboom. Jij hoort op de savanne. Ga je maar lekker langs de sneeuw staan. Daar hoor jij. Dan kan je een beetje wennen aan de kou. Dat hoort erbij. Geef me gauw mijn bijl weer terug. Dank u. Oké, pickaxe. Zo, deze gaat weg. Altijd kon ik dan maar vliegen. Dat zou zoveel makkelijker maken. Dit is op de hoek. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus dan moet die hier komen. Zo staat hij goed. Denk ik. 1, 2, 3 en dan omhoog. 1, 2, 3 en dan niet omhoog. Er klopt hier iets niet. Er klopt hier iets. Dit klopt niet. Zie je wel, dit is te dichtbij. Dit is te dichtbij. Daarom klopt hij niet. Hier moet hij staan. Want dit is 4. 1, 2, 3, 4. En dit was 3. 1, 2, 3 en dan die. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. 1, 2, 3, 4 en dan die. 1, 2, 3, 4 en dan die. Ja, zo klopt hij wel. Zo klopt hij wel. Nou, dan snap ik waarom het scheef uitkwam. Ik vroeg me al af hoe dat nou komt. Ja. 1, 2, 1, dit wordt het hoekpunt. Zo, oké, dat doen we natuurlijk hier ook. Aan deze kant moet die eentje naar binnen, eentje daar, daar zo komen. Eentje naar binnen, dan moet die daar zo komen. En deze moet hier zo komen. Zo, dit is goed uitgemeten. En nu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk, dit vind ik leuk aan Minecraft, jongens. Dat uitmeten. En dat uitzoeken. Dat als er ergens iets niet klopt, dat het gewoon echt totaal helemaal de mis in gaat. Dit gaat goed. Dit is leuk. Zo, kijk, dit is mooi. Zo, huppakee. Dan doen we nog een beetje van dit soort slabs eromheen. Om het nog net eventjes wat toffer te maken. 1, 2. Nee, dat ziet er niet uit. Dit ziet er niet uit. Dat is niet leuk. Dat is niet mooi. Laat ik die slabs dan later doen. Dat komt allemaal wel. Dit moet weg in ieder geval. Dit moet namelijk allemaal steen worden. En eigenlijk heb ik hier ook weer glowstone voor nodig. Maar dat heb ik niet. Potverdorie zeg. Nou ja, weet je, dan ga ik binnenkort weer een keertje terug naar de Nether. Dan zet ik mijn portal heel ergens anders neer. En dan gaan we gewoon naar een nieuw gedeelte van de Nether. Dan weten we zeker dat daar nog glowstone te vinden is. Want dan is het tof als ik hier ook gewoon de glowstone voor kan gebruiken. Het kan niet zo zijn dat als ik nu weer naar de Nether ga, dat ik weer 20 kilometer moet lopen. En weer 6 afleveringen bezig ben. Om de weg terug te vinden. Want dan gaat het gewoon de verkeerde kant op. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Zo. Dit gaat ook allemaal weg. Ik zou het natuurlijk ook af kunnen fikken. Maar dan ben ik al het hout kwijt. En dat vind ik zonde. Ik moet wel dat hout hebben. Ik heb het laten groeien. Ik heb het verzorgd. Ik heb het omgehakt. En wil ik het ook hebben ook. Zo. Dit moet allemaal steen worden. Als ik daar nog genoeg... Oh jawel, tuurlijk heb ik genoeg steen. Ik heb net al die ovens leeg gehaald. Goed nablijven, denkelaars. Heel belangrijk. Zo. Dan maken we zo meteen van die stenen eventjes nieuwe bricks. Hoppa. En dit. Zo. Hier maken we steen in. En dan vul ik het later nog wel op met glowstone.
Of met een beetje glowstone. Het hoeft natuurlijk niet veel... Godzimmer. Het hoeft niet veel glowstone te zijn, als het maar een beetje is. Bijvoorbeeld hier op de hoeken. Dat zou super tof zijn. En het schijnt zelfs dat ik nog glowstone ergens in een kist heb zitten. Dus dat ga ik zo meteen eens eventjes haarfijn controleren. Want als dat zo is, dan kan ik natuurlijk de basis al afmaken. Dat is veel beter. Zo. Oké, dit is tof, hè jongens. Dit gebouw. Of bouwen, laat ik het zo zeggen. Ik kan natuurlijk ook wel rondjes lopen. En dat 20 minuten vol lopen, dat is ook geen probleem. Dat lukt allemaal wel. Maar jullie vinden het veel leuker om te zien als ik lekker aan het bouwen ben. Dat zie ik ook aan de likes. Als ik lekker aan het bouwen ben, dan gaan de likes veel hoger. En als ik niet aan het bouwen ben, joh, zijn ze toch een tikje lager. Dus ik hoop dat we vandaag met z'n allen... Zullen we eens een doel stellen? Zullen we proberen om 5000 likes te halen? Moet lukken. Het is geen speciale aflevering. Maar dat moet best wel eens een keertje lukken. Dus als je nog geen like gedaan hebt, knal hem er even onder. Maak je mij ook blij. Yay! En ik ga heel gauw kijken of dat ik toevallig er ergens glowstone heb liggen. Want ik moet het toch ergens hebben liggen dan blijkbaar. Iemand heeft gezegd... Sterker nog, meerdere mensen hebben gezegd... Dat ergens nog glowstone ligt. Een kleine stek hadden ze het over. Hup. Niet hier. Oké. Ook niet hier. Oh, ik zeg trouwens nog van die slimeballs. Oh, daar kan ik ook nog toffe dingen mee doen. Daar kan ik hele toffe dingen mee doen. Bijvoorbeeld de ingang van die opslagruimte. Als ik die nou gewoon eens een keertje met schuifdeuren maak, zou dat tof zijn. Dat ik een schuifdeur doe, dat als ik op een pressure plate ga staan, dat die zo openschuift. Hier zit ook niks in. Hier zit ook geen glowstone. Dit zijn gold nuggets, hè, jongens. Dat is geen glowstone. Glowstone, hier dan misschien. Ja, kijk nou eens. Glowstone dust. Hey, dat is handig. Hier nog glowstone dust. Nou, zeg. Hier Nou, ja, zeg. Waar komt het in één keer allemaal vandaan? Ik zou toch zweren dat ik de vorige keer alles langs ben geweest om te kijken of dat er nog glowstone dust in zat. En dat het absoluut niet meer was. Oké, I'll take it. Het wordt trouwens al bijna donker, dus dat is mooi dat ik hier ben. Kan ik in de tussentijd mooi eventjes glowstone maken? Hoppakee, 12. Oh, dat is wel voldoende voor de fontein. Ja, dan moeten we goed komen. Dat wordt wel nice. Dan moet ik 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ik heb eigenlijk toch een klein beetje extra glowstone nodig. Klein beetje extra, maar goed. We doen het er maar mee. Serieus, het is echt aan te raden. Minthee, zo ontiegelijk lekker. Ik dacht dat het heel smerig was. Dat het heel tandpasta-achtig zou smaken. Maar dat valt allemaal redelijk mee. Zo, mag ik slapen, please? Ja, dank u. Lekker hoor. Kijk, dan kan ik jullie meteen laten zien wat ik hier met die glowstone wil gaan doen. Dan kan ik dat meteen erin bouwen. Laten we ontbijten. Met steak. Dat is een lekker ontbijt, hè. Steak met saus. Heerlijk. Sommige mensen die zweren bij een bordje Brinta met een glas melk. Nee. Ik wil vlees, 's ochtends. Lekker vlees. Heel veel vlees. En de bomen zijn ook weer aangegroeid. Toppioppie. Kom op, glowstone. Laat eens eventjes zien wat jij moet doen. Ik moet trouwens ook nog steeds een naam voor die vuurtoren bedenken. Zal binnenkort die afleveringen weer eens nagaan. Er staan ondertussen ook duizenden comments onder. Oké, hier moet glowstone komen. Hier. Daar. Daar. En daar. Waarom daar? Dan zorgt het er mooi voor dat het licht vanaf de... Of het water vanaf de onderkant verlicht is. Dat lijkt me tof. En dan komt hier... Komt glowstone. Daar komt glowstone. Nee, niet hier. Hier. Daar komt glowstone. Daar komt... Dan is het alweer op, zie je wel. Wat gaat dat glowstone er altijd hard bij mij doorheen, jongens? Kan ik dat niet gewoon in een soort... quantumverpakking kopen of zo? Dat het extra veel is. Kijk, dit is tof. Dan heb ik hier zo glowstone. Dat zorgt er helemaal voor dat het water keurig netjes verlicht wordt vanaf de onderkant. En dan moet ik ook nog zorgen dat hier een mooie toren komt. Waar het water vanaf kan stromen. Zo. En ik moet ook nog zorgen dat wat ik hier bovenop wil bouwen, dat er ook nog kan komen. Zo. Even kijken of dit een beetje de juiste verhouding is, hoor. Ja. Dat ziet er wel heel aardig uit, eigenlijk. To be honest. Hij moet nog wel hoger worden, hoor. Daar niet van. Maar dat komt allemaal wel goed, jong. Alles op zijn tijd. Dan breekt het lijntje niet. Zo. Dan moet hij hierheen. Dit moet dan weg. Want er moet een soort vierkant hier bovenop komen. En ik bouw dit niet van een plaatje voor de verandering. Ik bouw het nu echt gewoon helemaal uit mijn eigen hoofd. Dat is heel moeilijk voor mij. Zo. Hup, 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 hup. En dan wordt hij alweer wat hoger, hè?
Het is de bedoeling dat hier het water uitstroomt. Dat zou tof zijn, als dat lukt. Dit zo. Eigenlijk heb ik een paar emmertjes water nodig om het even uit te testen. Om te kijken of dat iets goed doet. Heb ik toevallig nog ijzer bij me? Nee, natuurlijk heb ik het niet. Dat zou het allemaal veel te makkelijk maken, Vaco. Het moet natuurlijk wel moeilijk. En als het niet moeilijk kan, ja, dan doen we het gewoon niet. Want het moet echt moeilijk bij mij op een of andere manier. Hier toevallig. Ja, kijk. Iron ingot. Prima, I'll take it. Woep. Nee, verkeerd. Woep. Weer verkeerd. Kom op. Gaan eens goed. Zo. Hup. Emmetjes. Kan ik hier vast meteen eventjes wat zooi dumpen. Dit niet nodig, dit niet nodig, dit niet nodig. Dit niet nodig, 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 dit niet nodig. Zo, dit ziet er op zich goed uit. En dan heb ik hier de buckets of water natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Nee, 6. Dank u. Water. Laten we eens even uittesten. Of dat die het goed doet, jong. Of dat ik misschien een loodgieter moet bellen. Dat lijkt me nog wel wat. Dan gewoon een loodgieter bellen en zeg, hé man, mijn Minecraft-fontein doet het niet. Kom eens even langs. Dat hij dan langskomt. Dat ik hem dan 200 euro per uur moet betalen. En dat hij het dan alsnog fixt. Zo. Dit gaat allemaal. Dit moet eigenlijk allemaal weg. Kan ik hierbij? Nee, dat kan natuurlijk weer niet. Zucht. Zo. Oké. Deze gaat open. Dan ga ik hier een emmertje water doen. Als het goed is, stroomt het nu aan vierkanten naar buiten. Kijk, dat is tof. Hier moet het. Even kijken hoor. Als ik nou vergissingen maak, krijg ik echt een probleem. Dus ik moet heel eventjes geconcentreerd. Heel eventjes, niet te lang. Geconcentreerd bezig zijn. Hier moet water. Daar moet water. Kijk, dit ziet er vet uit. Hier ben ik trots op mezelf. Dit gaat leuk. En dan hier nog. Daar. En daar. Nou, kijk eens eventjes. Is dat tof of is dat tof? Ik vind dat mooi. En dan gaan we even van een afstandje kijken hoe dat eruit ziet. Hoppakee. Hier erop. En springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en weg. Gaan wij eens even van een afstandje kijken hoe dat eruit ziet. Wat de Vaco gebouwd heeft. Ta-ta-ta-ta. Nou, is dat mooi of is dat mooi? Ik vind het serieus behoorlijk netjes van mezelf. Ik had het niet beter gekund. Oh, wacht. Ik heb dit gedaan. Wacht eventjes. Hier zitten nog wel een paar rare hobbels. Dit ziet er niet zo heel leuk uit. Dit ziet er een beetje vreemd uit zelfs. Even kijken hoor. Hoe kan ik dat nou beter doen? Het moet er wel mooi uitzien natuurlijk. Het moet er sierlijk uitstromen, dat water. Dat is het belangrijkste. Wacht, idee. Stop. Stop de persen. Ik heb een idee. Als ik dat nou zo doe. Kijk eens. Dit ziet er al een heel stuk beter uit. Als ik het nou gewoon eens aan alle kanten doe. Hey. Holy shit, dat is een idee. Ik heb niet altijd maar noob ideeën. Af en toe heb ik best wel goede ideeën zelfs. Hup. Dit weg. Kijk, dit is nog veel mooier, jongens. Dit is gewoon groots wat ik hier gedaan heb. Het beste Minecraft idee ooit heb ik hier gebouwd. Zo ziet het tenminste vet uit. Hup. Tada. Dan moet ik alleen nog eventjes bedenken hoe ik dat precies ga doen met dit hier. Misschien dat ik daar... Wacht eventjes. Misschien als ik daar nou... Ik heb nog één emmer over. Als ik daar nou nog eens een emmertje bovenop mik. Wat gebeurt er dan? Als ik nou gewoon eens een emmer bovenop erop gooi. Is dat dan mooi of is dat dan niet mooi? Dat is eventjes de grote vraag voor vandaag. En de vraag van vandaag. Wordt het mooi of wordt het niet mooi? Hup. Ja. Ja, om nou te zeggen dat het heel erg mooi is. Nee, maar om nou te zeggen dat het heel erg lelijk is, zou ik het ook niet willen noemen. Het heeft een beetje een diamond effect. Dat is wat het heeft. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Die rare randjes erbovenop. Laten we dat nog eens even uittesten. Is dat eigenlijk wel nodig? Want ik zit hier nou wel met hele mooie randjes, maar... als ik dat nou eens... Kan ik dat niet hier ook doen? Mijn AVG-licentie is verlopen. Ga nou weg! Met je aanbiedingen. Zo vervelend. En heb je een antivirusprogramma?
Nee! Ik wil hem niet kopen, ga weg. En als je dan vervolgens bezig bent en je licentie is verlopen, dan wordt dat programmaatje zo mogelijk nog irritanter dan de virussen die tegen probeert te houden. Wat wordt dat vervelend, zeg, op een gegeven moment. Probeer nooit een AVG Free Edition, want dat gaat helemaal fout. Kijk, dit is wel best wel stoer eigenlijk. Maar het is ook één grote watermassa, dat is ook weer niet vet. Moeilijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik dacht dat het allemaal veel gemakkelijker was om een fontein bouwen. Ik heb steeds meer ontzag voor de mensen die dat heel goed kunnen. Hier en hier. Als ik deze nou eens weghaal, wat gebeurt er dan? Niks. Dank je buiten niks, jong. Het is één grote watermassa, dat is niet tof. Kan ik hieronder? Ik zit onder mijn fontein. Het is wel een mooie waterkoepel, dat dan weer wel. Maar dat is niet wat ik zoek. Ik wil geen waterkoepel. Ik kan hem helemaal naar boven zwemmen. Hey, ik zwem de fontein in, jong. Laten we dit eens eventjes helemaal van bovenaf opnieuw bekijken. Dit gaat even weg. Dit moet hier dan. Daar zit er eentje. Daar zit er al één. Hier zit er één. En hier zit er één. Oké, ik denk dat ik het dan maar zo hou. Als ik heel eerlijk ben. Zo. En dan misschien als ik dit dan nog ietsje hoger doe. Hup. Even kijken hoe dit eruit ziet. Al die deurtorens van me, zodat ik erbij kan komen. Dat ik die gauw weghalen. Ziet er niet uit. Ik kan niet laten zien of het mooi is als al die deurtorens ernaast staan natuurlijk. Dus dat halen we eventjes heel gauw weg. En dan gaan we eens kijken op een afstandje. Zo. Hops, flots. Nou, kijk eens eventjes. Is dit een fontein? Ik vind hem serieus best mooi. Als ik heel erg eerlijk ben. Ik vind hem eigenlijk super cool. Hey Fanco Gamers, ik ga jullie ook vertellen wat ik hier bovenop ga doen. Want dit bovenste topje ga ik dan alsnog weghalen. En er komt een heel grote V op te staan. De V van Vacon of de V van Vacon Games. Eigenlijk mijn logo, zoals je een beetje kan zeggen. Moet nog eventjes nadenken of dat ik dat ook met de takjes eromheen ga doen. Ik denk het niet, want dan wordt het wel heel erg groot en heel erg massief. En dat is dan natuurlijk ook weer net niet de bedoeling. Dus dat komt helemaal in orde. Hier komt een hele grote V erbovenop. Dat wordt super tof. Er komen allemaal kisten omheen. Er komen meerdere verdiepingen. Zodat je er helemaal rondjes omheen kan lopen. Het wordt echt super, super tof. Als je er zin in hebt om dat meer te zien, abonneer dan vooral op Fanco Games als je dat nog niet gedaan hebt. Volg me ook eventjes op Twitter, dat heb ik ook eigenlijk nog niet zo heel vaak gezegd. Ik heb natuurlijk ook gewoon een Twitter-account, staat een link in de beschrijving. Super tof om te weten wat ik ga opnemen, tenminste, lijkt mij. Dan kan je misschien ook nog een klein beetje invloed erop op hebben. En ik zie jullie morgen weer terug, hier bij meer Minecraft Survival. Als jullie in de tussentijd mij nog eventjes blij maken en eventjes een like op deze video knallen, hoop ik dat we de 5000 gaan halen. Dit ziet er toch super tof uit, jongens. Die zon die zo ondergaat, onder mijn fontein. Wauw, ik vind het tof. Fanco Gamers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken ook vooral. En tot morgen. Mazzel.